Vier jaar geleden herbegon een prachtig, tof, spannend, leuk, sensationeel. Zijn er nog andere woorden ervoor? De Mol. Ja, De Mol was terug en wij sprongen mee op die kar. We zijn toen op YouTube een eigen Mol-vodcast gestart. En je hoort het misschien, ik ben in verleden tijd aan het spreken. Het is voorbij. Ja. Jammer, eigenlijk niet. Maar ja, het is gewoon zo, wij hebben geen tijd meer daarvoor. Nee. Ja, het neemt zoveel tijd in beslag om al die afleveringen van voor naar achter te pauzeren. Al die dingetjes ook nog eens een keer op zoek te gaan naar ook nog eens de beste hints en theorieën. En we keken elke aflevering zeker een stuk of 3-4 keren nadat die op televisie was geweest. Dan gingen we op zoek naar hints en theorieën. Deed dat zelf, maar we gingen ook op fora's gaan kijken en op Facebook. Dat dan allemaal te verzamelen en in een mooi bestandje te zetten. Uiteindelijk het dan ook nog eens gaan opnemen. Monteren. Voor de camera alles doen, met de beelden spelen. En dan inderdaad ook monteren. Dat was een enorme klus. Ja. Ja, je mag dat niet onderschatten. Jullie zien enkel maar het topje van de ijsberg. En maar goed ook misschien. Maar alles wat daaronder zit, dat was echt een hele grote ballastwerk. Ja. En we deden het met z'n tweetjes. We deden het heel graag. Ja, ja, we deden het nog altijd graag. Zou het opnieuw willen doen. Maar helaas, soms moet je echt tijd verdelen. En we hebben samen een heel tof koffie- en theehuisje opgebouwd de afgelopen. De afgelopen 2 jaar, we zijn nu 2,5 bezig. Ja. Dat vergt ook heel veel tijd. Het wordt steeds drukker bij ons. Dus, daarnaast zijn we ook nog super actief, ook nog eens op social media, zowel op YouTube, op Instagram en sinds kort zelfs ook nog op TikTok. Ja, en dat platform is echt aan het boomen bij ons. Ja. Dat merken we echt wel. Dus als we dan misschien nog iets doen met de Mol. En als we die kandidaten zo eens onder een vergrootglas houden. Dan zal het waarschijnlijk op TikTok zijn. Ja, misschien doen we dan iets op TikTok. Ja. Maar zoiets heel kleins. Zo, hè. Iets dat niet te veel tijd in beslag neemt. En iets dat snel gewoon gepost is. Wel misschien op ons TikTok-account. Ja, misschien nog wel. Om toch zo nog een beetje toch zo de mol vibe erin te houden. Het blijft natuurlijk. We blijven natuurlijk trouwe kijker van de Mol. Het blijft echt ook ons favoriete tv-programma. Absoluut. Absoluut. Maar we gaan er nu een beetje meer relaxter naar kunnen kijken. Hè? En niet 15 keer opnieuw dat fragmentje terug afspelen. En niet alle afleveringen nog eens opnieuw bekijken. Nee, dat gaan we nu even kunnen loslaten. En dat gaat ook voor wat meer rust zorgen, denk ik, dit jaar. Het zal gaat speciaal op een andere manier zijn, ja, inderdaad. Ja, echt heel relaxed. Ja. Veel plezier met De Mol. En heel misschien tot de volgende. Ciao!